Hoi, ik ben Marjelle Erkens, ik ben thee-expert en in die hoedanigheid heb ik natuurlijk heel veel theepotten. Maar waar ik een speciaal plekje voor in mijn hart heb, dat is de Bredemeyer theepot van mijn moeder. En die heeft ze al meer dan 40 jaar. Mijn liefde voor thee gaat heel ver terug. Ik ben ermee opgegroeid. We kregen het bij het ontbijt en als we 's middags uit school kwamen, dan zat mijn moeder al klaar met thee en koekjes om onze schoolverhalen aan te horen. En dat was deze Bredemeyer-pot. Dit is dus de pot van mijn moeder. Die heeft ze al bijna 50 jaar. Het is ongelooflijk, maar het is echt waar. Dit is die pot. Hij heeft een gezin van 5 kinderen overleefd en wij waren niet de braafste. En ja, hij ziet er nog steeds uit als nieuw. En ik word altijd een beetje warm als ik bij mijn moeder kom en ze schenkt thee. Want die schenkt ze nog altijd uit deze pot. En nog altijd met koekjes. En nog altijd is ze benieuwd naar onze verhalen.